Ja, daar ben ik. Met bril. En PlayStation 4 Pro. En dat is best wel spannend. Ik hoor even, kijk even naar de regie. Ik hoor nu geen geluid trouwens. Nu wel. Ja. We gaan Dishonored 2 spelen. En dat is best wel een beetje scary. Want ik ga mezelf een beetje indekken namelijk. Het is zo, voor iedereen die kijkt. Ik heb vanochtend 3 PlayStation 4 Pro's opgehaald bij het PR-bureau van Sony. Ik zie trouwens de chat niet meer. En nu wel. En dat kostte nogal wat tijd, want ik moest met de auto er binnen de stad in en bla 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 bla. En dit is echt het aller begin van Dishonored 2. Dus als je zoiets hebt, spoilers, spoilers. Ik wil geen spoilers zien, dan moet je nu uittunen. Maar aan de andere kant, als je Dishonored fan bent, dan heb je die game al waarschijnlijk. Goed, ik speel nu met de dochter van de keizer die vorige keer is vermoord. Smoesje, zegt Tjeerd. Nee, ik was wat laat op kantoor en toen hebben we met de PlayStation 4 hebben we even unboxed. Kijk eens wat fantastisch. Ik weet dus niet wat er nu gaat gebeuren. Ik speel dit echt letterlijk nu voor het eerst. En ik ga zeker 101 keer dood. Dan weten jullie het wel. Dat is Corvo, mijn vader. De vader, de Royal Guard en de Royal Assassin. En degene die altijd eigenlijk over de Emperors had moeten waken. Die heeft een wipje gemaakt met de voormalige keizerin. En daar is de dochter uitgekomen en die bestuur ik nu. En zij moet nu op de troon gaan zitten. Oh ja, Royal Protector, dat is hij. Nou, Dishonored 2 heeft nog steeds een beetje die bonkige. Kijk nou eens naar die guard. Nou, een beetje die bonkige grafische stijl die ik zelf echt heel tof vind. Het is een beetje een volwassen comicie. En. Oh. He says the Duke is bringing special gifts. That's intriguing. We spelen trouwens op de PlayStation 4 Pro, maar niet op een 4K HDR televisie, logischerwijs. En waarschijnlijk als je dit thuis bekijkt. What is this, Ramsay? I didn't authorize those things. Dat is trouwens wel tof, dat zijn die clockwork. Clockwork soldiers. Ik heb hier een slecht gevoel over. Volgens mij is dit de stem van Kingpin uit het eerste seizoen van Daredevil. Dikke kale gast. My mother had a sister. Oh ja, dit is dus jouw tante. Hello. It's not true. Gameplay geluid mag harder. Regie, gameplay geluid harder. Hoor je dat? Dit is dus mijn tante, maar die komt opeens als ik wou zeggen een wit konijn met een hoge hoed, maar het is meer een zwart konijn. Ik vind het een beetje eng uitzien. My father's promise, whispered in secret so many years ago, is now fulfilled. Watch your tongue. Emily Caldwin is the daughter of Empress Jessamine Caldwin. Royal protector. How naive to think you could get away with these murders. Living in my palace has protected you, but that's over. Hear me, all of you. Your rightful empress has returned. All hail the Empress Delilah. First of her name. Arrest Emily Caldwin for the crown killer murder. What? Kijk, die Corvo die laat even zijn schild zien. Ah, dat is plat. Dit ziet er niet goed uit. Ja, zij heeft natuurlijk ook wel wat black magic.
Volgens mij pakt ze nu al zijn rune powers eraf. Zijn magische krachten die je in deel 1 hebt vergaard. Zwaard, dit ziet er niet goed uit, jongens. Oh jee. Ja, nu ben je eigenlijk de Sjaak. Nou, Tjeert die geeft nog wat. Jan, heb je nog een aanrader van een game rond de 3 euro? Jongens, als wie ga ik spelen? Als Corvo of als Emily? Nou, ik ga natuurlijk als Emily spelen, want dat is de nieuwe character, toch? Ja. Corvo, Emily. Een aanrader van een game rond de 3 euro. Ja, die heb ik zeker. Want dat is namelijk het vervolg op Two Dots. Dat heet Dots & Co. En dat is een fantastische puzzelgame voor je tablet. Voor je... Corvo die is nu in steen. Dus ik denk dat als ik Corvo had gekozen, dan... was Emily in steen. Nou, dit ziet er dus... ik moet waarschijnlijk nu ontsnappen en dan wraak nemen. But until then, you'll be kept out of trouble. I'll lock Lady Emily in her chamber. Red Wedding, ja, lijkt wel. Ja. Ja, goed, dat is dus het begin van de game. Als je wat screenshots hebt gezien van Dishonored 2, dan had je deze scène al een beetje kunnen zien aankomen. Ook je tante, de evil aunt die nu opeens opkomt dagen, die is al in de story campaign is die al voorbij gekomen. Dus je wist eigenlijk al een beetje dat... Dat is een flat. Nou, nog een vertrouweling die eraan gaat. Ziet er toch allemaal niet goed uit, mensen. Dit is toch allemaal... Daar ben ik toch helemaal niet vrolijk van. Wist jij ook, iemand zegt, Svenny Wafel, ik weet niet echt wie ik eerst kies. Ja, ik zat ook van Corvo ken ik natuurlijk al, maar Emily ken ik nog niet. Tenminste, die heeft andere powers. The Empress's last resort, a safe room inside your chambers holding enough gold to buy a good sized item. Here's the PlayStation 4 Pro. I see that couch is the PlayStation 4. The only two keys to exist. Nou, die gast die jat mijn ring ook nog. Ik word helemaal een beetje sip hiervan, jongens. Dit is helemaal niet met alles gaat fout. Het is tijd voor wraak. Bloederige wraak. Niet, ik ben meer stealthy speler, dus... Alexei. The throne room. Father. Het is wel een beetje raar dat die guy mij hier laat zitten trouwens. Het leuke van Dishonored is dat er altijd meerdere manieren zijn om een opdracht te vervullen. Dat kan stealthy, dat kan... Should I just spin it and pick a place to hide for a while? I need time to think. Ja, ik ga niet hiden, ik moet sowieso wel hiden, maar ik zie volgens mij kan ik... Ik moet in ieder geval ontsnappen hieruit. Ik vind het altijd een beetje lastig, jongens. Spelen en game tegelijk. Bovendien, nogmaals, ik speel dit allemaal nu voor het eerst. Nou, daar is vast ook niks te doen. Dus ik weet echt oprecht niet wat ik nu moet doen. Ik ga eens even kijken. These bastards are working with Ramsay and the Duke of Cirkonos. Ik weet niet, de deur lijkt mij. Die is natuurlijk dicht. Oké, heeft er iemand tips? Dit ziet er ook uit als een soort. Nee, dat is niks. Nog een globe. Dat is dezelfde globe waarschijnlijk. Is er niet ergens een geheime gang hier? Wat is dit? Grandfather's clock. Zet alarm. They used to hide frogs in this old grandfather clock to drive the housekeepers mad. I thought life was complicated back then. Kan ik het raam uit? Nee, ik kan het raam niet uit. Kan de typemachine nog iets doen? Nee. Ja, eens even kijken wat hier allemaal is. Is hier nog iets? Nee. Oké, nou dat geloof ik nu al even. Daar heb ik nog geen zin in. Jongens, hoe moet ik hier nou toch weg? Empress, we face yet another murder. I cannot remain silent on this matter. Strange is it not? Bla bla bla. Leonardo Hemswater. Spelen en gamen tegelijk. Ja, sorry. Praten en gamen tegelijk. Even kijken hoor. Nou, ik kan nog een hapje fruit nemen. Ja, dit zijn allemaal dingen die ik al wist, jongens. Hoe moet ik hier nou uit? Dit is wel een beetje vervelend. Ik heb ook nog helemaal geen special powers nog. Wat kan ik doen? Heeft de regie misschien een tip? Nee. Ik zou denken dat er hier toch wel ergens een geheime gang is of zo. Staat hier wel één gast. Dan moet ik gewoon heel vaak op die klok gaan rammen. Dan komt er iemand binnen en dan... dat het is.
Hey, jongens, oh, het raam staat volgens mij gewoon open. Ja, wat is dit nou dom? Ik kan hier gewoon uit, joh. Wat flats. Niet zeg maar dat ik die boot moet gaan pakken. Okay, waar gaan we naartoe, waar gaan we naartoe, waar gaan we naartoe? Ik denk dat ik nou heel erg veel opties heb. Dat is wel zeg maar een soort van diep, ook van als ik hier ga vallen, dan val ik meteen. Kan ik hier inklimmen? Of niet echt? En nu heb ik dus nog geen power. Ik heb nog helemaal niks. Ja, ik ben een heel erg groot fan van Dishonored. Alleen ik zit nu wel zo vast als een huis. Ik zou denken dat ik misschien hier af kan glijden. Misschien hier een paal. Maar nee, ik ben echt bang dat ik ga vallen, jongens. Ik zag hier wel water. Ik kan me niet voorstellen dat het ook zo onhandig is. Kan ik hier langs? Nee, ik kan het niet langs. Dan moet ik toch echt weer naar binnen. Moet ik toch echt hier iets mee noemen? Ik weet even niet wat. Nou jongens, dit was de stream. Anderhalf uur kijken hoe ik een kamer uitkom. Dat is echt hilarisch. Er gebeurt ook niet echt iets of zo, hè? Nee. Je hoort sleutelgat pieken. Ja, dat heb ik al 3 keer gedaan. Oké, dit begint nu annoying te worden. Ik denk dat de game, die geeft me ook helemaal geen hint of zo, hè? Ik ga dan toch maar eens even naar beneden springen, denk ik. Misschien moet ik eens even kijken wat, wat er in die... wat er in dat... is dit wat? Ja, eens even kijken. Wat er in die... wat hier staat. We launched the blah blah blah, bubble ceremony, or somewhere this, nee. Het is het ook niet. Has to be a way to escape this room, ja. Yeah. Dat zou je denken, ja. Dit is toch wel de meest voor de hand liggend, hoor. Kan ik niet, ik kan hier toch niet naar beneden springen, jongens. Sorry. Wat is dit nou? Ik kan hier ook niet. Waarom kan ik hier niet op eigenlijk? Als ik nou mijn blink had, kan ik niet gewoon. Heeft iemand een idee? Andere ramen openen. Misschien een goed idee. Ha! Dank jullie wel, jongens. Andere ramen openen. Briljant. Ik dacht niet dat het zo simpel kon zijn. Nou, dat is helemaal top. Oké, dit is helemaal top. Hey, hier is wel wat gebeurd. Want Delilah is some sort of witch. How is this possible? Er zijn nog wel meerdere moorden gepleegd. Dit is al eerder beraamd, deze aanslag. Lady Emily. You're all right. Where's the royal protector? There's a coup underway. My father is... he's imprisoned, for lack of a better word. You've got to get out of the tower, through your safe room. There was a captain earlier today, down at the docks, looking for the royal protector. Find her. Get out of Dunwall. Alexei, I'm sorry. Goodbye. Helaas. Nou, ontsnappen maar jongens. Stil mogelijk. Ik had, ze zegt volgens mij iets over een nieuw captain. Arrived and she's looking for Corvo. Maybe she can help. Oké. Oh, fuck. Dat gaat ook helemaal mis. Is hier een geheime room? Ja, hier is een geheime room. Oké. This won't open without my ring. Ramsey has it.
I need my signet ring. Gaan we Ramsey eens even. Kan ik hier spelen? Leuk, maar gewoon. Ik hou zo van het stijltje van deze Ornette. Ik weet niet, het is een soort. Ja, renaissance, steampunky. Hoe noem je het eigenlijk? Sorry, is er vaak iemand wat? Nee. Hier staat een guard. Ga ik die guard vermoorden nu? Ik ga hem sowieso even save voor zodat als ik hem afga, dat ik gewoon meteen weer kan beginnen. Ik hou heel erg van stealth spelen. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk doden op mijn geweten hebben. Maar ik heb nu zoiets van, laten we nu niet dat maar een beetje... Al was het maar omdat deze guy een ding heeft. Kan ik hem dragen? Ja, oké, mooi. Zijn er nog meer mensen in de chat die Dishonored gaan halen morgen? Of in ieder geval twijfelen of ze hem moeten gaan halen? Of 100% zeker hem gaan halen? Of die überhaupt Dishonored hebben gespeeld? Het is wel zoals je die game had gepre-ordered, speciale editie. En er zat de Definitive Edition van Dishonored 1 erbij. En die is, dat is een beetje een remaster feitelijk van Dishonored 1 en 2. Pistols lezen. Maar dat is natuurlijk de kamer waar ik net zat. Kan ik die nu open doen? Ja, die is nu open. Oké, dat is goed. Alright, alright, alright. Ik vind het echt spannend. Leuk spel, maar ik gooi er geen 60 euro van in. Je moet ook niet gooien, want anders ben je het kwijt. Het hele weekend lekker stealthy spelen, want dan krijg je ook een relatief goed einde. Tenminste, als je vergelijkt met vorige deel, dan had je natuurlijk een goed en een soort minder goed einde. Als je heel veel moorden had gepleegd, dan was het een beetje een bleef er een sombere wereld achter. Terwijl als je heel weinig moorden had gepleegd, dan zag de wereld er wel een stukje mooier uit. En dat is wel een beetje wat ik hier ook ga doen. Het leuke alleen is wel dat je nu dus feitelijk twee manieren hebt om te spelen. Je kunt stealthy of action spelen, maar je kunt ook natuurlijk met Emily of Corvo spelen. Kan ik hier niet naar beneden ergens? Of zit dat nog zo? Dus dat is een beetje het ding. Voor stream purposes ga ik nu natuurlijk niet heel erg super stealthy spelen, want dan blijf ik aan de gang. Het is wel een behoorlijke masquerade heeft hier plaatsgevonden. Het hele personeel is uitgemoord, maar kijk nou toch eens van wie. Ik vind het, dit is toch echt zo'n vet stijltje. Je kan dit stijltje toch niet haten. Dit is toch echt een heel vet. Ja, Wouter vindt dit dus geen leuk stijltje. Op een of andere manier, ik snap ook niet waarom. Die vindt het dus niet leuk. Ik snap niet waarom wat je hier nou niet leuk aan vindt. Het heeft ook iets thiefsachtig, op een of andere manier. Het is een beetje raar dat ik nu in mijn eigen huis aan het rondsneaken ben. Mijn eigen koninklijke paleis.
Ja, ik bedoel, ik ga nu niet, als ik heel stealthy nu speel, dan duurt het langer. En we hebben maar anderhalf à twee uur. Locked off, we should have the time we need. Just stay here and stall anyone who comes by. I'll be back when I've searched the royal chambers. Assuming I don't accidentally lock myself in this damn safe room. Kijk daar, deze we'll cover for you if anyone from the Duke's party returns. Even kijken, wat zegt hij? Mortimer Ramsay could be locked inside a safe room which contains rations and water. There's a secret partition in the royal chambers. Ja, je kunt altijd op verschillende manieren mensen uitschakelen. Yes. Je kunt ze opsluiten en dan blijven ze daar zitten. Dan ben je er wel van af. Maar dat is een redelijk. Is eigenlijk een redelijk aardige manier om af te rekenen met jouw verraders. En die Ramsay die heeft net ongeveer 4-5 personeelsleden. Vermoord. Terwijl als je een beetje echt wraaklustig bent, dan wil je natuurlijk ze allemaal dood hebben. Hartstikke dood. Ja. Oh, fuck. Komt-ie. Nou, ik ga hem gewoon neersteken, hoor, denk ik. Of hij moet mij nu niet zien, dat zou leuk zijn. Hatsenvlat. Patsa. Niks ervan. Niks stealthy. You deserve that. Hup, ringetje weer terug. This won't leave my hand again. Hoppa. Vraag eens even, is dit nou verstandig? Hè? Heb ik hier nou verstandig aan gedaan? Door hem gewoon te vermoorden? Of had ik het toch op een peaceful manier moeten doen? Goed. Eens even dumpen. De geheime kamer. Anton Sokolov made this lock. Anton Sokolov is de gekke wetenschapper uit deel 1. Die zit ook weer in deel 2. Wat raar is eigenlijk, want in die zin je had Anton Sokolov kunnen vermoorden of kunnen laten leven. En de game gaat er een beetje vanuit dat je hem hebt laten leven en daarom keert hij ook weer terug. Ik vind het stijltje wel echt heel vet. Kijk nou eens. Echt. Hoppa, even nog wat looten. Ik heb het idee dat ik niet alle geheimen van dit level heb doorgrond. Hoppa. Nou, dat geloof ik allemaal wel. De Crown Killer moet verbonden zijn met alles, met de Duke en Delilah. I have a feeling I'll need these. Kijk of er meer leuke dingetjes zijn. The reserves won't help against Delilah. Even if I had a way to carry it all out of here. That's a lot of loot. Kan ik niet meenemen, dat is te zwaar. Dan gaan we denk ik maar even weg hier. Ik zou zeggen, ga dit vooral nog even zelf goed onderzoeken. Want er zijn vast nog wel wat meer geheimen die ik nu niet heb ontdekt. Want ik wil natuurlijk ook even nog wat andere dingen laten zien. Meer van die heads on the talk. Dit is een grote klomp goud daar in die safe. Ja, inderdaad, een hele grote klomp goud. Merk je veel verschillende graphics met de PlayStation 4 Pro? Ik twijfel of ik hem zal halen. Nou, het ding is natuurlijk wel echt een stuk sneller. Als je kijkt naar de PlayStation 4, die heeft 1,84 teraflops. En deze heeft er 4,2. Dus dat is bijna meer dan twee keer zoveel. Meer dan twee keer zo krachtig.
Naast ondersteuning natuurlijk HDR, je kan 4K. Er is wat meer geheugen beschikbaar voor non-gaming gebeuren. Dus de vraag is even, merk je dat al op een gewone tv? Ja, staat een hele oude tv. Ik speel nu op een monitor voor streaming purposes. Alleen het is wel zo dat als je gewoon een redelijk goede tv hebt, het zou in theorie, dat kan ik nu nog niet vergelijken, want ik heb de game nog niet op een gewone PlayStation 4 gespeeld. In theorie zou je dat wel al moeten merken, want dat hij dus gewoon al soepeler loopt. Ik moet zeggen, ja, hij speelt super soepel. Het loopt als een zonnetje. Ik vraag me altijd af waarom developers dit dan doen. Van laten we de kastjes open kunnen doen, er zit er niks in. Wat is dit dan? Schilderijsgeld, dat is mooi. Hier is ook wat gejat, blijkbaar. Ooit, dat is mijn hoofd nu niet te... Dus ja, weet je, ik kan u nog niet per se zeggen dat het of het nou beter of niet beter speelt. Het is wel zo dat als jij gewoon een... Sommige tv's, full HD tv's, die maken wel een beetje gebruik van HDR. Hoe het precies zit, weet ik eigenlijk ook niet. Even kijken, want ik heb niet zoveel zien dat ik meteen wordt ingeknald. Gotta get out of Dunwall. Ja, dat lijkt me duidelijk. Dus de games zullen altijd soepeler lopen. En er zat ook een day one patch bij van volgens mij 7 of 9 gig. Best wel veel. En die hebben we er meteen overheen gegooid. En daar zit onder andere een PlayStation 4 Pro patch bij. Heb ik me laten vertellen. Dus dit is best wel hoog trouwens. Kijk, kan ik hier wel van? Ja, dit moet ik ook doen. Wat ik zeg, het zal niet wereld van verschil zijn. Dat ga je pas echt merken op het moment dat je zo'n tv hebt van die alle nieuwe techniek ondersteunt. Maar in theorie zou al je games er wel al baat bij moeten hebben bij die PlayStation 4 Pro. Er zijn ook heel veel mensen, we hebben een aantal freelancers, bijvoorbeeld Mindert en Lane, Marvin. Ik weet nooit wat de echte namen zijn en wat hun geuzennamen zijn. Die hebben altijd een PlayStation 4 Pro gekocht, omdat ze toch zoiets hadden van ik wil future-proof zijn. Maar die hebben nog niet een hele dikke televisie. Of nee, Meinert heeft hem niet. Natuurlijk, Florian heeft hem gekocht en Marvin heeft hem gekocht. Maar beide heren hebben nog geen dikke televisie of zo. Daar wachten ze nog heel even mee. Florian die kijkt ook meteen weer naar zulke dure televisies dat je denkt van ja, gast, heb je geld te veel? Het is wel verdacht stil jongens, ik vertrouw niet helemaal. Oké. Misschien niet per se de watch uniform. Niet per se de meest stille approach dit. Whiskey tumbler. Is dit nog iets? Maar heb ik trouwens wel nog een. Sorry jongens, dit is echt zo niet mijn stijl, dit zo rampetamperig te spelen, maar ik wil gewoon nu even zo ver mogelijk komen om jullie gewoon die wereld te laten. We need to find a ship. The city is crawling with the Duke's men. Hoe kom ik bij de docks? Zonder dat ik meteen geëlektrocuteerd word. Dit gaat me niet lukken. Het is echt een behoorlijk masquerade heeft er plaatsgevonden. Even kijken of hier toch nog niet een andere route is. Nee, dit is geen deur, dit is, kan ik niks mee. Hier kan ik ook niks mee. Nee, ik moet toch via die kant. Even kijken wat volgens mij is. Accused of high crimes against the state. Anyone caught harboring her is equally guilty of treason. Het ziet eruit alsof ik hier wel in kan, toch? Oké.
dooie, dooie soldaatjes. Oké, dat geloof ik allemaal wel. Oké, ik moet daar naartoe. Als bepaalde games het ondersteunen, dus als de ontwikkelaars de moeite hebben genomen... Als de ontwikkelaars hebben genomen om die game zo te optimaliseren. Stel dat je bijvoorbeeld een PC-versie van een game wel 60 frames per ondersteunt, maar een console-versie 30 frames per seconde. En ze doen een goede patch overheen, dan kun je ervan uitgaan dat PlayStation 4 Pro's in sommige gevallen 60 frames per seconde. Maar het is zeker niet zo dat alle games opeens 60 frames per seconde ondersteunen op de PlayStation 4 Pro. Ja, je bent zeker wel 1200 euro kwijt, misschien nog wel meer. Florian die zegt zelfs dat je eigenlijk onder de 1500 euro het niet moet doen, maar ja, het gaat maar wel heel ver. Het is ook maar net wat je wil. Hoeveel gasten lopen hier nou? Ik heb het daar niet echt goed opgelet, jongens. Nu leiden we het even af. Oh. Ik ga even wachten tot die gast weer terugloopt. En dan pak ik die ene guard en sleep ik hier naartoe en dan... Papa, heeft hij nog wat te looten? Ik kan hem nu nog vermoorden, maar dat vind ik ook wel laf. Ik doe wel even 7, want ik heb geen zin om dat 100 keer opnieuw te doen. Ik wou net zeggen, het 7 gaat lekker snel, maar... Ah, het gaat redelijk snel. Ja. Dan gaan we die andere guy, die komt natuurlijk dan terug en zegt hoe zijn, huh? Waar is mijn maatje nou? Of niet? Ik hou zo van die wereld. De elektriciteit speelt ook weer een grote rol. Where did you go? Oh, hij zegt het wel. Where did you go? Op de plaats. Sorry. Sommigen gaan stealthy en anderen gaan gewoon op de hard way eraan. Hoppa. Alright, dat gaat lekker. Even kijken, waar moet ik nou naartoe? Vond ik hier nog wat te halen? In ieder geval, het heeft iets met de Duke te maken. Die Duke die binnenkwam loopt met dat karretje waarin jij feitelijk... Waar je tante feitelijk zat. Wordt druk in het wachttorentje, jongens. Hoppa, hoppatee. Even 7 weer. Heel kort eventjes. Hup, bam. Yes, bam. En dan gaan we... Er staat nog één mannetje. Volgens mij ben ik er dan wel. Ik zou ook nog wel wat fruit of zo willen. Is dat nog een mannetje? Hier nog? Oh. Oh, fuck. Kut, die heeft mij gezien. Dat is wel leuk trouwens, dat iedere keer denk je van... Ik dacht dat ik iemand hier zag. Laten we de plek gewoon in case. Something moved. Pretty sure of it. Did I imagine that? No, I'm sure. Oh, sorry. Ja,
het werkte. Het werkte. Handig dat ik nog even mijn spyglass. Ik ben echt super hilarisch. Kijk, hier kwam dus die guy uit. Die kwam dan waarschijnlijk hier uit. Zie, al die guards die zijn gewoon vermoord. Die zijn gewoon vervangen door die andere. Al die brieven nu niet lezen voor jullie. Zou ik tenminste, dat lijkt me een beetje boring nu om dat te gaan doen. Valt hier nog wat te looten en valt hier toch in een. Ja, zo'n grote kist en dan niks erin. Dat kan niet, jongens. Echt één groot massagraf. Dit is wel tof trouwens. Alright, let's get the fuck out of here. Gaat het nou niet over politiek hebben, jongens. De chat. Komen nou nooit uit. Trump en Hillary. Ik had toch liever Hillary gehad. Het ook al is Hillary far from saint. Beetje een the lesser evil of zo. Maar we gaan het wel zien, jongens. Het leven gaat gewoon door. Ook met een Donald Trump, denk ik. Daar staat nog een guard. De verte. Zo, die heeft een goede blik. Ja, ik weet dat Wouter een politieke blog heeft geschreven. Ik snap ook niet waarom hij dat deed. Want als iemand zich niet geïnteresseerd in politiek, is het Wouter wel. En die ging opeens een politieke blog schrijven. Dat heeft ons allen verbaasd. Is dit nou die guy die mij net spotte, of? Attention Dunwall citizens. Attention Dunwall citizens. Today, Delilah Holmes is our new empress. All hail Delilah, first of her name. Oh, god, dit is niet bedoeld. Zo dan. Oh, dit is niet goed. Nou, deze zien. Emily Caldwin will be fined and arrested. Oh, fuck. Nou, nu is het full rampage. Nou, dit gaat niet goed, hoor. Als dit doet, dan... Nee. Dat moet onopvallender. Dat was niet handig. Ik bedoel, ik kan best wel stealthy of best wel af en toe een actie doen, maar niet als er 5 guards rondlopen. Ik zit trouwens te kijken of ik dingen herken van de vorige game. Dit paleis volgens mij wel uit deel 1. Dat was echt een supercoole missie met die gasten met die gele maskers. Ik weet niet of mensen dat nog herinneren. Oké. Right. Een broodje eten hier. Vind je nou nog wat te halen? Nee. Kijk, je zou toch denken dat er misschien toch een andere routes ook nog zou moeten mogelijk zijn. Want er zijn altijd andere routes mogelijk in. Dat is het hele idee van Dishonored. Kijk, hoeveel. Moet sowieso die kant op, want daar zijn de docks. Maar je hebt dus. Ik krijg echt de hele tijd berichtjes, jongens. Je hebt dus die guy daar. Die loopt zo'n rondje. En. Oh, fuck. Ze zijn wel goed, die guys. Kijk, nu staat die. Niet op te letten. Het is die guy die altijd voor problemen zorgt. Hoe moet ik hem pakken dan? I can't stand my own stench.
heb ook nog helemaal geen powers nu toe. Nou, ze wisselen elkaar af. Further, the former empress, Emily Caldwin, is now wanted for treason. Any of you found harboring Emily Caldwin will be fined and arrested. People of Dunwall, stay in your homes. Revise to stay indoors during the final... Kom eens kijken, kom maar. Gast, loop door of draai je om. Ah, hij blijft staan. Hilarisch. Misschien als ik hem nu toch gewoon... Andere guards dat ook hebben gehoord. Nee? Oké. Jongens, ik zie allemaal dingen voorbij komen over Sylvana en Trump en racisme en... Ik vind het prima dat jullie daarover hebben natuurlijk, maar... Ik heb zoiets van... Ja... Daar kom je gewoon nooit uit, joh. Ik bedoel, Amerika is sowieso ook een gek land. Ook onder Clinton zou Amerika echt een gestoord land blijven. Het heeft heel veel mooie dingen, maar het heeft ook echt compleet gestoorde dingen, dat land. En we moeten maar even afwachten hoe het gaat lopen met Trump. Het is natuurlijk een complete moron, die guy. Iedereen staat met zijn rug naar mij toe. Maar ik ga eerst even kijken of hier nog wat te halen valt. Of dat er misschien nog een alternatieve route is. Dit is een soort kapot. Kijk, er komt een treintje aan. Kapotgeschoten gebouw. Valt hier nog iets te halen? Een safe. En dan hebben we een health elixir. Nee, maar dan toch? Of heb ik die nog niet nodig? Ja, daar moet ik nog op. Ja, kan ik mee. Ja. Nog iets. Nee, nou kom, let's go. Het wordt een beetje saai anders. Er zijn volgens mij nog 3 gasten. Dit is sowieso wel een goede route. Of Dunwall, listen up. For the sake of your family, turn over all information concerning Emily Caldwin and Corvo Attano, wanted for murder and treason. Soort staat van beleg afgekondigd. Oh. We've got to get away. I should talk to the captain of that ship. Is dat een guard of is dat een gewone guy? Er staat gewoon een sigaret te roken. Maar ja, is die voor of tegen mij? Dat is een beetje de vraag. Ik wil eerst dus onder het eind spelen voordat ik aan begin. Ja, ik snap dat wel, want het is wel tof. Daarmee krijg je wel wat meer mee van het verhaal. Oh, dat is niet handig. Traitorous dog. Help me! Someone, anyone! Did you hear that? Oh.
heb ik ze nu allemaal wel gehad. Dat is niet helemaal de bedoeling, maar fuck it. Oh fuck, daar heb je er nog één. By order of the city watch. Locked? What am I supposed to do now? Not my concern, citizen. I'd advise you to return to your home. Huh? If I can't get through, that's it for my shop. I'll be right there! I need assistance! Someone's been attacked! This won't take me long. I need help! See, I forgot. You know what to do! De hoort hartstikke dood. Donald Trump make Angela great again. Speel je dit nou al op de PlayStation Pro, Jan? Ja, ik speel het op een PlayStation Pro. Maar ik moet zeggen, in alle eerlijkheid, ik merk niet per se heel erg PlayStation Pro-achtige features ofzo. Ik bedoel, het loopt volgens mij ook prima op een PlayStation 4. We zijn helemaal politiek geobsedeerd. Blocked by order of the city watch. Locked? What am I supposed to do now? What am I supposed to do now? Return to your home. If I can't get through, that's it for my shop. The entire month will be ruined. Trust me. You don't want to be out on the streets right now. Daar weer met het stroom, denk ik. Ik moet maar wel wat gaan doen. Need help? What? Someone's not feeling well. I need help. No way. Huh? Oh fuck. In ieder geval één guard minder. Ja, nu ben ik een beetje klaar mee. Ik wil nu deze irritante stad uit met al die. Oh. Oh, nog meer. She's wounded. Let's finish her. Oh, fuck me. Let's see what you got. Oké, ik ben nu echt full on rampage nu. Ik herinner me, ik ga nu even helemaal terug, dat er nog ergens een dingetje ligt. Een leven elixir hier, ja. Die ga ik even pakken.
Nou, nu heb ik echt iedereen ongeveer afgemaakt. Zo erg anti hoe ik normaal deze game zou spelen. Maar wel leuk. Als je het zwaardvechten een beetje goed door hebt met blokken en op de juiste manier timen, dan zie je dat je heel wat leuke... je kan benen afhakken, je kan armen afhakken, je kan hoofd door afhakken. Hier ligt ook nog wat. Dus als jij meer, als je denkt, ik heb eigenlijk niet zo met veel met. Ik heb eigenlijk niet zoveel met stealth. Of niet zoveel, ik vind stealth lastig. Dan kun je ook gewoon full on actie. Geen enkel probleem. Hallo? Atsa! Zo dus bijvoorbeeld. Dat is misschien niet zo handig dit. Ik ga eigenlijk wel plezier in te krijgen die actiebenadering. Maar zou je ook heus wel via een omweg dit hebben kunnen doen, maar ook daar heb ik nu even geen zin in. Ja, ik heb eigenlijk wel zin in, maar die tijd, wat ik wil een beetje. Jan, hopelijk is Dishonored een beetje leuk. Bij deze wil ik u bedanken voor de streams van de afgelopen tijd. En hopelijk officieel dat ik al 2 jaar sub heb bij de puur. Neem mijn geld, Jan Muis. Oké, alright, cool. Reserve onderdeel hebben bij, kan ik bij jou een extra set armen en benen en hoofd bestellen. mooi. Even kijken, ja, het ziet er echt zo tof uit deze wereld. Trouwens ook een keer op, ik heb een de Clockwork Tower missie. Die heb ik... bij Bethesda gespeeld. En dat, daar speelde ik het op mijn PC. En daar ziet hij er wel echt nog mooier uit. Dat is allemaal over de change. De City Watch has its hands full with what's been happening. Crown killer. Whatever the royals are fighting. Hoe kom ik in godsnaam bij die boot? Moet ik naartoe zwemmen? Nee. Maar het lijkt het wel van ergens een zwerver lopen te hijgen of zo in mijn oor. Ik kan natuurlijk ook gewoon helemaal zwemmen en al die guards gewoon laten voor wat het is. Dus moet ik dat maar aan doen. Ik kan ook die zo doen en dan één voor één pakken. Je kan zo. Zie je, dit is ook nog een mogelijkheid. Je ziet zo meteen wel de verschillende routes. Ik ga toch eerst even deze guy in of... pakken. Die staat namelijk lekker isolated. Grappig is dus dat ik nog geen enkele power heb. Dus het is eigenlijk gewoon puur een... Zou ik dit zo en zo en zo... Wow! Wow! Zie. Huh? Oh. Was dat hem? Nee. Ik heb hem zo hard neergeslagen dat hij... Dat hij gewoon weg is. Er is iemand 2 jaar sub. Ja, ik weet het. Ik ben helemaal een beetje stil van. Die moeten we eigenlijk een prijs geven, toch? Nou, heb je een prijs voor hem? Wie was er nou 2 jaar sub? Mok Werum. Hey, who is it that you're clever? End of the road for you. Mok Werum, je bent 2 jaar sub. Je verdient een prijs, hoor ik net in mijn oortje. Hebben we nog wat? Ja, we hebben vast wel wat. Maar ik wil even weten wat voor type speler het is. Waar speelt hij op? Is een Dark Souls fan. Een Dark Souls fan? Maar op welk platform speelt hij? PlayStation en afgekoekte kerk. Ja, de meneer 2 jaar sub. Mok Werum, heb je nog iets van, nou, had ik eigenlijk geen geld voor, maar ik zou toch wel heel graag deze game willen spelen. Misschien kunnen we nog wat regelen. Ik bedoel, 2 jaar sub, dat is wel. Lady, you want to hear what I've got to say. I guarantee it. Gratis 1 maand sub. Nee, wel iets meer. Lady Emily. Ben je aan het kijken of wil je juist niks met Floris? Ben je aan het kijken? There's a coup underway and I'm being blamed for the Crown Killer murders.
I don't care what my face looks like. My name's Megan Foster. I work with an old ally of yours. Wil je misschien een mooie mok weer hem? Waarom reageert hij nou niet meer? We learned something scary down in the south. Maar speelt hij ook I know Anton. Speelt hij ook Dishonored? Dat wil ik weten. Ik ben al 5 jaar lid magazine en dan krijg Jack shit. Nou, Vulky 2, jij krijgt ook wat. Vulky 2, zeg even, wat speel je? Ga je Dishonored spelen of niet? We can head out as soon as you're ready. I need to get to Karnaca where the Crown Killer murders started. Delilah must have been down there for a while and I've got everybody, you getting a PlayStation 4 Pro? Nee, maar goed, ik vind het ik vind wel zo dat mensen die heel lang hoeft dat echt niet? Wat is er? Stoppen met streamen? Ik kan niks meer doen, jongens. Oh, wacht wel. Yes, I'm ready. Yes, I'm ready. Kijk, hier zie je een beetje wat ik nu heb gedaan. Je ziet dat ik 18 mensen heb vermoord. Nee, had je dat erin gedaan? Oh. En ik heb 16, ik ben 16 keer gedetecteerd, dus ik doe het eigenlijk best wel slecht als stealth. Ik heb wat coins gevonden, veel te weinig. 1 à 2 paintings, geen blueprints. Die waren er ook niet. Goed, ik zit dus nu in de Assault en de Lethal Hook. Zie je, dus dat is helemaal niet mijn speelstijl zoals ik normaal zou spelen. Nou, Vulky die is sowieso de lezer van de maand op deze, door dit soort dingen. Maar Mokwerum, heb jij een PlayStation 4 of niet? Mok Wim heeft de PlayStation 4 toch? Want volgens mij kunnen we nog wel ergens de Definitive Edition regelen voor Mok Wim. Stealth is voor pussies. Ja, maar dit is een stealth game. Tenminste, het is niet per se een stealth game. Je hoeft geen niet stealth te spelen, maar het idee is wel dat je stealth speelt. Nou, ik zit dus nu op een boot. En die brengt mij uit Dunwell. En ik ga nu naar... Oh, ik ben aan het dromen. Oh, ik ga de outsider ontmoeten. Dit is echt wel een beetje letterlijk hetzelfde als... ik zit nu in de droomwereld. Want alles wordt in deze wereld bekokstoofd door de outsider. Empress Emily Caldwin. I'm a friend of your father's from the bad old days. Misschien moeten we dit skippen, want dit is best wel heavy spoilergevoelig. Zullen we dit skippen? Zo, we gaan dit skippen. Accept the Outsider's Mark. Je kan dus ook de hele game zonder power spelen. En dan ben je wel een baas. Maar dan, dan moet je alles puur zoals ik het eigenlijk net speelde met wapens en stealth. All the stories, they're true. Kijk, nu heb ik Far Reach. Dat is een beetje de blink uit Van Corvo. Dat is hap en dan oei. En hap en oei. Super handig. Hoppa. I'm going to save my father and reclaim the throne. Kijk, dit is je vader. Die is nog steeds versteend. Wat je ook kan doen is... Spring en dan hup. Nou, net iets te laat. Oh nee, net. Ja, dat is het. Hij doet zijn oude save games heel snel. Dat is wel cool. Dit ziet er best wel ranzig uit. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Maar... Ja, er wordt iemand gemarteld. Hier heb ik mijn eerste. Mijn eerste. Oh, dat is dat hart. Nou, dat gaan we ook even skippen, want het is allemaal zo spoilergevoelig. Dat vind ik een beetje zonde. Die hart die geeft aan waar je runes zijn. Dus.
hij geeft zeg maar aan, voor die rune moet je die en die kant op. Dat kon je, op die manier kun je zeg maar speciale powers zeg maar vergaren in de game. Moet ik hier een beetje kruipen ofzo? Is dit, ziet er wel raar uit. Moet ik hier nou in of niet? Ik moet hier gewoon opklimmen. Dat is het. Nou, ik val in de diepte. Ga ik naar de verkeerde kant op? Ja, ik ga de verkeerde kant op. Dit is een beetje die droomwereld waar je af en toe in komt. Best wel vaag eigenlijk. In deel 1 wordt het ook niet erg per se uitgelegd of zo. Maar dat hoeft ook niet natuurlijk. Maar het komt er eigenlijk op neer dat de outsider een soort puppet master is. Een soort... Hier zie je een beetje de... How could she? De verschillende mensen die zich verenigen om jouw tante. Nou, hier heb ik een rune. En dan krijg je zo op deze manier kun je powers. Delilah slit a man's throat for a pair of shoes and painted some of the most brilliant portraits of the age, all in the same year. Survival and ambition, art and magic, with a cunning that makes sycophants of those around her. All of it leading to what you saw at Dunwall Tower. Zo, ik vind dat een beetje te spoiler heavy. Dus daarom skip ik het een beetje. Even een tweetje eruit. Nog steeds live met is nummer 2. Het flats. Alright, nou volgens mij ben ik nu in dat nieuwe katana. Bored with my lessons. I dreamed about sword fighting and sailing the ocean. Now I'm realizing that the world is more off-kilter than I imagined. Everything has been turned inside out. But I'm not gonna stop fighting until it makes sense again. Karnaca's the southernmost port in the Empire. Once proud but fallen into disarray. Ja, Karnaca. Dat is waar je dus nu bent. En daar komt ook die... misschien moet ik dit ook even skippen. Zo. Waarom kan ik dit niet skippen? This is the birthplace of my father. Megan Foster keeps to her... Ik weet dat Meindert, die is ook die is op een trip geweest voor de allereerste keer, voor de onthullingstrip van Dishonored 2. Arcane Studios zit namelijk volgens mij in Parijs of in Lyon. En, lekker, kruidboogje. En die gaat ook dit weekend de game spelen, dus misschien dat ik Meindert ook wel even vraag om nog een kadertje te schrijven over deze game. Ik ga in ieder geval het hele weekend spelen en cursed, daft old man. You're up. When you're ready to talk, I'll tell you what. Dan gaan we eens even goed deze game doorspelen. All right. You've explained part of it. But what were you and Sokolov doing here? The old man loved Karnaca, but he'd caught wind of a conspiracy tied to the Crown Killer. Nou, conspiracy, blah blah blah, we'll Crown Killer. Take the skiff to the shore when you're ready. Kijk, dit zijn de mensen die vermoord moeten worden. Dit is Delilah, dit is Duke. I don't know Duke Luca a bell, but Corvo served under Luca's father and said Theodanus was a good man. Hey, daar is hier een room. Dat is grappig. Why is this here? It's Delilah. Thank you.
It looks like the overland route to the Attermeyer Institute goes through the carriage station. Nou goed, dit kan je allemaal lekker op je dode gemakje bekijken. Ik denk dat dit een beetje je nieuwe hub is. Het was natuurlijk dat verlaten herberg was dat in deel 1. En hier is dat een boot. Dat is best cool eigenlijk. Kijk, kan ik al wat... Wat mij betreft mogen we aan land. Ja, het ziet er wel cool uit hoor. Het is echt weer een hele andere vibe dan Dunwall. Zijn er nog mensen die op de Vita spelen, ja? Oeh. Moet ik hier nou inspringen? Oh. Wauw, dit ziet er best wel scary uit, man. Fuck. Het lijkt alsof dit de chambers zijn van Anthony Sokolov hemzelf. Sokolov notes hier. Nou, oké. Okay. With Anton Sokolov. He made so many clever devices during my mother's time. Always tinkering, painting, or living life with gusto. That's Sokolov. Dit is de brug. Waar moet ik naartoe? Waar is die chick? Dit is tof uit, man, die boot. Echt heel tof. Oh, ik ga hier naar het bootje. Hé, hey, we gaan naar het bootje. Ik wil in het bootje. Ja, oké. Okay. Zij heeft en een oog missen en een arm. Off we go then. It won't do to be recognized. Nou, dan gaan we aan land. Als ik deze game zie, krijg ik altijd zin in een nieuwe Bioshock, zegt Zermi. Dat klopt ook wel, want deze game heeft ook wel een beetje Bioshock-eske aanpak. Sterker nog, ik denk dat, dat de eerste Dishonored echt heel erg geïnspireerd is ook door System Shock en Bioshock. Kost Mafia 3 nog maar €29 bij de Mediamarkt. Dat is inderdaad wel heel erg weinig. Dat betekent dat die game toch niet goed genoeg heeft verkocht. Kijk eens, het is een speedboat. De security is te tight. De Grand Guard heeft een watchtower daar. Go inland en use the carriage station.
ziet er wel een beetje bulky uit. Ik bedoel, de textures hier is niet het allermooiste, maar het stijltje van deze Hornet mensen, dat vind ik gewoon echt leuk. After Duke Luca Bell took over, he started draining the wealth out of the city as fast as he could. Zou je kon geen shortlink hem doen en filmpjes. Having more fun here than we were in Dunwall, it seems. Watch yourself on the way to Adamire. The Duke's given the Grand Guard run of the city. Strangers get attacked on sight. I'll keep my head down. Her Majesty the Lila Colbin. Nou, die wordt hier meteen neergezet als. Reach Adamire. Take out the Crown Killer. Dat is de nieuwe keizerin. Ik zie daar een beetje bloed. Is dat nou de bedoeling? Oké, okay, neutral territory. Alright. Ik doe niks. Jewel of the South. Karnaca. Go to the Admire Institute. Okay. Welcome to Karnaca. No need to cover your face. There's not much dust from the mines down here at the docks. Nou, nog een keer tegen hem praten. You'll be okay on the dock, stranger. But watch out past the wall of light. Het kan bloed uit. What ship is that out there? Another skipper? The Dreadful Whale. No, it's not on the registry. Maybe one of the recent importers from Morgan. Let's give it a day or two. Stel dat ik nu kijk, hè. Dat ik nu deze eruit haal. That's Adamire in the distance. Search. Give the crew time to load up whatever contraband. Is hier dus wel een room in de buurt? Nou ja, die staat nog best wel ver. Did you see a piece of a confiscation? Yeah, we passed it along to another ship at a discount. Then we all split the ticket. Damn it. Just don't forget about me. Like I ain't got enough to worry about. Now they say there's someone on the prowl. Your face is covered. Are you worried someone might recognize you? Thought there'd be more work here. Oh, hello. Black market shop. I'll get the cigars tomorrow. You wanna buy one? Lekker. Ranzig hier. Ja, het zweertje is echt top hoor. Hostile territory, oké. Okay. The wall of light is a danger security system. Ja, dat klopt. Being hunted by half the people in the empire. Part of me is excited about what happens if they find me. Please, you gave me no choice. Please? It's too late for that, Rapallo. Guess what happens next? No! This is how we get rid of snitches. If anyone asks, he just ran through it. Yeah, we couldn't stop him. Ik word nu al meteen ontdekt. Hey, is the windmill turning all right up there? No problems? Don't worry, it's turning. Plenty of electricity. Good. I like this setup better than using the well oil tanks. The wind won't run dry. Unless something happens to the windmill, these break down just as often in a different way. And they also overcharge sometimes. The wind picks up too strong? Like in a storm? Right. And if that happens, trust me, don't stand too close to the wall of light. Yeah, that'd be terrible.
rejoice at the crowning of our new Empress Delilah Caldwin I and the imminent arrival of His Grace Luca Abel, Duke of Cirkonos, now royal consort to the Empress. I hate this wool. It itches like mad. I can't wear my regular clothes. All official government activity will be put on hold as the Duke recovers from his travels, and additional tariffs will be levied against foot traffic near the Grand Palace. Is that down that guy of me? Dat is wel echt geestig. Hello? Anybody? Don't maybe search the whole place. I don't have time for that. Fellow Sir Conan, in the Duke's absence... This head of yours is worth its weight in silver! This year's bloodfly concern is the most severe in recent memory. If you encounter a nest or an infested horse, do not disturb it. Any attempts to practice the funeral rites of the Abbey of the Everyman will be punished severely. I hit. That's not natural! Contact the Grand Sir Conan Guard at once. The guardsman will handle the situation and determine whether any fines are appropriate. All right, so much for stealth. Uitzetten voor me. Moet ik toch stukken kunnen maken voor deze manier? Die zit er gewoon. Someone there? Who was it? Huh? Hey, who is it? Fellow Sir Conan, in the Duke's absence, I have the following announcement. This won't take long. As a response to violent crime and foreign interference in our affairs. Oh, fuck. I've been fighting scum like you since I put on the uniform. Including citizens moving between home. Ik wasting my mana, ja. Geen walvisolie meer. Nee, het is een andere district. Hè. Je bent nu in Karnaca. De zonnige zuidelijke provincie van het Koninkrijk. En hier is zeg maar het complot beraamd. Om jou van de troon te stoten. En daarom ben je hier teruggekomen. Er zit wel een poster bij de nieuwe puur. Ja. Dat kan ik al wel verklappen. De puur die we nu de 22 november uitkomt, zit een poster bij de puur. Ik weet alleen niet of het een fun and game is die iedereen leuk vindt. Ik het zo zeg. Maar het is wel een vette poster. Kan ik dat? Red ik dat? Vet wereldje. Echt een heel vet wereldje. Er is nog zoveel te ontdekken ook. En nu ga ik dat allemaal niet doen vanwege time restraint.
Maar anders had ik dat natuurlijk wel gedaan. Er is een rune nearby, maar ja. Ja, ik kan nog wel even kijken. Grand Guard soldiers. Lapdogs for the Duke. Ja, dat is 14 meter, maar die deur is hier dicht. Waarom kan ik die deur niet openmaken? Kan ik deze klim ook niet? Binnen kunnen komen op een andere manier. Is er nog een andere manier om hier binnen te komen? Ik denk dat het net het gewapend is. Als ik naar. Het is infested. Mij. Waar is die bone chair, man? 51. Hier is er een, maar hier kan ik er niet bij. Het is allemaal rare kamertjes. Ik weet niet, man. Weird. Dit niet heel vriendelijk eruit zien. Het stikt hier volgens mij met runes, maar. Een beetje handig. Het is blijkbaar ook een soort betaalmiddel. Bone Charm even equippen. Equip Bone. Ja, nou dan moet ik natuurlijk wel eerst even iets kiezen. Ik heb nu een idee. Ik heb hem niet, toch? Heb ik hem niet? Zo'n zin om deze wereld even in alle rust te kennen. Er zit zoveel. Er zit zoveel meer in dan je zou denken.
Weet je, we razen er nu een beetje doorheen. En dat is natuurlijk de... Oh. Nee. Move slowly and don't get too close to the nests. We don't even know if the people inside had any money. We just know they're dead and the place is infested with blood flies. Carl, going through there puts us on the other side of the wall of light. If you want out of the city as bad as I do, this is our chance. No. More likely we all get stung to death. Then we end up hatching more blood flies for the next group of idiots who try to get inside. Alright. Don't turn on each other. We'll find another way to make the coin. And another way to get past the wall of light. Echt de hele andere kant op. Ik heb eigenlijk gewoon geen zin om weer helemaal door dat huis heen te gaan. Dan hoor ik iemand slapen. Hey, come here. Okay. I have something that might interest you. My name's Mindy Blanchard, and you look like someone who goes into places where you don't belong. Ik ben Emily, ik ben niet voorgekomen. Ik ben gestopt met Azure Games en zelfs Edgeo deel daarna Black Flag. Black Flag was tof, toch? To Attermeyer Institute. Can you help me with that? Yeah. I know how to do that. You go get a body for me, and I'll help you with your problem. Don't worry, he's already dead. A body? That's odd. From where? The overseers are holding him at their outpost. They think he was a kind of a witch. I want the body for reasons of my own. Sneak in and take it. Then meet me in the old basement below the dentist office near there. Kijk, dat vind ik dus tof van deze Ornette. Je hebt meteen weer een side missie die je wel of niet kan nemen. Optional, enter the overseer's outpost. Nou, dat is toch cool. Dat gaan we even doen. Laten we die optional missie doen. Hoe laat is het nu? Ja, ik moet ook zo stoppen, anders krijg ik mijn kop. We gaan even die side missie doen. Gaan we toch maar weer even hierin. Ik weet anders niet hoe ik aan die andere kant kom. Ja, dit was in ieder geval een oud etablissement. Helemaal investen dus met die bloedvliegen. Kutbeesten. Op een gegeven moment, ik weet voor een fact dat je ook op een gegeven moment powers krijgt om zelf die bloedvliegen op je vijanden af te sturen. Dus dat is cool gedaan. Tenminste, dat is cool. Lijkt me cool. Nou, ik kan dus niet hier, want dit huis is afgesloten omdat het dus zogenaamd infected is. Nou, niet eens zogenaamd, is infected. Kan ik hier nog? Lastig. Oh. Alright. Is dit? Kom ik hier nou ook alweer? Rappapapapa. Nee, zo hoe kwam ik hier, jongens? Help me eens even. Ik kwam hier. Zo? Nee, toch? Nee. Ik kwam hier via... Ik weet gewoon niet meer hoe ik hier kwam. Zo gewoon, waarschijnlijk. Ja. Ligt hier. Hoppa.
of niet? Ja, ik ben helemaal goed gegaan. Zo kwam ik hier binnen dan, toch? Nee, ik kwam hier zo binnen. Zo kwam ik hier. Alright. Hostile territory, ja, oké. Okay. Dan hebben we wat cards. Gewoon Russia Thunder upgrade. Speel jij het voor het eerst, Jan? Ik speel deze game voor het eerst, Jan. Ik heb één level gespeeld bij Bethesda en dat was... de Clockwork Tower missie. Dus alles wat ik nu speel is voor het eerst. Ik heb Dishonored natuurlijk wel helemaal gespeeld en ook de uitbreiding. Dat je Doubt speelde, die Assassin. Nou, wat ik nu wil doen is, ik wil eigenlijk hier naar beneden sneaken zonder gezien te worden. Dus wat ik nu doe is dit. Zo, dan ga ik nu... Fellow Sir Conan, in the Duke's absence I have the following announcement. As a response to violent crime and foreign interference in our affairs, travel between districts is restricted to those carrying the appropriate permits, including citizens moving between home and work. Any attempts to hinder the Grand Guard in their enforcement duties will be met with the exercise of force. Any complaints are subject to the Grand Guard should be addressed to the Grand Guard. DLC van 1 was echt heel, heel cool. DLC van 1 was ook wel heel lastig, maar je speelde dan gewoon Dot. En je kon hem in het originele Dishonored, kon je hem... De grootste vernedering voor een meester assassin was dat je hem niet vermoordde, maar dat je hem dus bestal zonder dat hij dat door had. En dat was wel tof. Ik vind het echt zo leuk. Het is alleen dat ik nu een beetje, ik speel een beetje gerushed en ik krijg nu een beetje te weinig mee van het verhaal. Omdat ik, en af en toe naar de chat kijk. Ja, ik vind het echt leuk. Ik zucht omdat ik echt best wel lang naar deze game uitgekeken. En ik speel hem nu op een hele andere manier zoals ik normaal zou spelen. Ik speel een beetje gehaast en ik word dan weer afgeleid. En dan ga ik weer ergens naar binnen en dan denk ik van... ik ga daar even kijken en normaal zou ik echt veel relaxter die hele omgeving uitkammen. En nu doe ik het toch een beetje gehaast. Eens even kijken hoor. Waarom heb ik geen bone charm? Ik heb toch net een bone charm gekregen, of niet? Runes. Oh, ik heb een rune. Ik heb runes natuurlijk. Ik heb geen bone charm. Kan ik al iets? Kijk. Kan ik dit? Ja, gewoon zo. Pull objects. If you're falling. Oh, dan spring je naar beneden en dan. Dan wordt je val zeg maar gebroken en dit is dat je objects naar je toe trekt en in mid-air, dat is wel echt heel handig. Dus die doe ik. Yes. Nee, wel. Even kijken, wat is dit? Pull enemies. Oh, dan kun je... objects. Nee, ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Ik dacht dat het enemies waren, maar goed. Kan wel even goed handig zijn. Dit was toch handiger geweest. Ik dacht dat het dit al was. Maar dan weten we dat we dat gaan upgraden. Fellow Sir Conan, in the Duke's absence, I have the following announcement. Ik word echt de hele tijd gezien. Het is trouwens niet erg, als ik me even af had gaan, dan kan ik namelijk volgens mij even mijn runes opnieuw horen. Ik ga gewoon even kijken hoe ver ik kom, maar ik heb de bedoeling dat ik wel af ga. Ja.
zijn er 4, 5 guards nog. Het is Ornette 2 is wel echt een lastige game, weet je. Veel mensen die het niet kennen, die hebben zoiets van, ja, wat is het nou voor game? Nou, het is een stealth game, het is een action game, het is een hele unieke wereld. Als je 1 hebt gespeeld, ga je 2 echt fantastisch vinden. Ik bedoel, dat is één ding wat zeker is. Dit gaat het niet worden. Dan gaan we even een omweggetje. Sorry jongens, hij moet best wel lang laden eigenlijk. Het toffe van Dishonored 2 is ook dat er altijd verschillende routers zijn. Je hebt heel vaak side missies. Je hebt die runes en waarmee je eigen powers kunt uitbouwen en upgraden. En je hebt nu 2 personages. Dus als je als Corvo speelt, heb je weer andere powers. Dan kun je dus in dieren. Dan kun je bijvoorbeeld in een rat. En dan kun je zoals een rat zo door een riool om gewoon routes af te snijden. Die guy. Als die guy is omdraait, dan kan ik dit doen. Denk ik. Teen alweer. Ik ben benieuwd of je helemaal over die daken kan. Dat zou tof zijn als dat komt. Attempts to hinder the Grand Guard in their enforcement duties will be met with the exercise of force. Any complaints as to the behavior of the Grand Guard should be addressed to the nearest guardsman. One of us is down. I'll be looking around. How sorry would it be to clean a few things? Honestly, why do I pay for a house full of servants when they don't do anything? Somebody's seen something. Now I'm on edge.
Waarom hoop je? Ik doe hem, ik ga hem reviewen en ik heb een engelen geduld. Come on, show yourself. We're all waiting for you. What a twisted situation. Whoever did this must still be around. Hey, we're all come down, Miss Gardner. Let's see. Hello? Whoever did anybody? Keep your eyes peeled. Don't maybe search the whole place. Be careful. I don't have time for that. The murderer could be anywhere. Look everywhere. Mm-hmm. Pop, 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 pop. Oh. Oh, shit. So. I must have a talk with the cook. That did not taste anything like pigeon. It's beyond just in case. I'll be able to have another dinner for at least a month. Let's have a nap. Come on, let's have a fair fight. Gotta be on the lookout. Hey, you! You're not supposed to be. Protect him! He's bleeding. Finish him! You finally know your place. I'll cure the world. Yeah. Normaal zou ik eerst al die side missies gaan doen. Daarna zou ik. Dan zou ik met al die runes mijn powers veel verder upgraden. En dan kan je al vrij snel in het begin kan je best wel veel powers uitbouwen. Dat is wel cool. Maar ik zit nu een beetje in een lastige spot. Word ik nou nog steeds gevolgd of niet? Need to find something. Anything. Hoezo zijn die mensen naar mij al op zoek? Dat weet ik niet. Look everywhere. Whoever did this must still be around. If you think I'm the next one, I'll prove you wrong. Hey, you. I don't want to die. This area is off limits. Your face is covered. You are. No use running. You won't get away. I said, I'm scared. Something's up. Is someone there? Your mercy to be here. You saw something? Ah. Even kijken of dit mij gaat brengen. Ah, hier is in ieder geval niet snel om het ootje te leiden of om de tuin te leiden. Of, ja, hoe zeg je dat? Dit gaat natuurlijk helemaal niet goed. Zo kom ik natuurlijk nergens. Niet ergens een mooi ondergrondse gang of zo. Ja. Oeh, ik vraag me überhaupt af of ik ooit nog. Moet ik dan weer helemaal terug naar die. Ik denk dat ik hem even. Ik ben per ongeluk nu in een situatie terechtgekomen waar ik niet in terecht wil komen. Hoppa, deze hebben coole, hele coole maskers. Ik denk dat ik die even bij gelaten. Dit is echt een kleine introductie op Dishonored 2 op de PlayStation 4 Pro. Ik moet zeggen, de PlayStation 4 Pro is nu
best wel warm. Niet heel erg warm, maar warmer. Niet warmer dan normaal een PlayStation 4 zou zijn. Ik moet zeggen, het speelt super soepel. Maar ik ga er gevoel vanuit dat het ook op de gewone PlayStation 4 super soepel speelt. Natuurlijk niet echt goed kunnen testen, want het is in die zin niet een 4K en HDR supporting game. Maar de sfeer, ik bedoel, je hebt gezien, Karnaca is een totaal andere vibe dan Dunwall. Dunwall was een echt een hele donkere, grimmige stad natuurlijk ook, omdat er de plaag was uitgebroken. Karnaca is een veel zonniger stad, kuststad, maar wel eveneens onder een dictatuur. En dat was hem voor nu. Ik hoop dat jullie Dishonored, tenminste een beetje intrigued zijn geraakt door de wereld van Dishonored, die toch wel uniek is. En dat vind ik een van de grootste trekpleisters van deze game, dat het echt een uniek universum neerzet. En het is niet zo'n eenheidsworst game. Daarvoor heeft hij voor mij al heel veel duimpjes omhoog. Oké. Ben hier echt net en hij stopt. Ja, ik ben om 2 uur begonnen en het is nu 4:10. Dus vandaar. We streamen meestal maar 1,5 uur, toch? Kijk even naar de regie. 1,5 uur, 2 uur streamen we meestal, toch? Ja, dus we gaan het hierbij laten. Ik moet ook nog even 26.000 mailtjes wegwerken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vandaag is hij dan voor mensen die early access hebben. Morgen ligt hij echt in de winkel. Er is trouwens ook een... In Eindhoven, dat is misschien wel leuk om te weten, is er een expositie vanaf zaterdag tot volgende week zaterdag over al het artwork van Dishonored. Dus dat komt morgen nog een berichtje op de site. Maar mensen die dat nu, als je een beetje in de buurt van Eindhoven woont, dat is in een kunstgalerie, hebben ze alle artwork van Dishonored heel groot, echt op meters grote doeken te bekijken. Ik ga daar morgen zelf heen, dat is een persdag. Maar de rest van de week kun je daar ook als gewoon publiek naartoe. Dus bij deze. Jan is ook hoofdredacteur natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus ik moet ook nog even wat mensen weer aan het werk zetten en wat dingen doen. Jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgens mij gaan we morgen nog streamen of niet? Kijk even, wat gaan we morgen streamen? Planet Coaster gaat Cheered morgen streamen. Dat is... Wat? Cheered en John Frieda gaan morgen Planet Coaster streamen. En dat is van de makers van de originele Rollercoaster Tycoon. En de eerste indrukken zijn positief. Oké, Noah, Tak, Kenway, fijne middag. En ik ga vaker streamen. Oké, joe, doei.